Fredje, je ziet wat terug. We zien wat terug van vakantie. Maar we beginnen met een vervelend. Ja, een van onze grootste fans. Trouwe fan, Marian Kuisters van de Wijk is overleden. Kun je het offeren? Eigenlijk wel, ja. Ja. Van de Wijk overleden. Ja. We wensen Herman en de jongens veel sterkte. Lekker weer gehad met mijn vakantie. Ja. Volgens mij had ik niet beter verdiend. Dat zei Chris ook de hele tijd. Ja, dat zei hij ook altijd. Oh, maar volgens mij kunt het dit weekend helemaal goed. Ja, dan hoop dat helemaal niet aan denk brandt dan. Nee. Wij zitten hier in Siewegewald. De grote kermis staat voor de deur. Ja. De grote Siewegewald. 5 dagen kermis hebben ze hier. Ja, we zitten in het cafeetje van de kermisstand. Het cafeetje van de kermisstand. Ja. Een grote kermisstand is er nog bij. Ze hebben hier van alles te doen. Van het weekend volgens mij is er nog kunningsschieten doen ze nog. Ze hebben een kermisloop. Hebben ze er ook nog bij, ja. Ja. De kermis zelf. Het hele programma kun je teruglezen op Maasduinen Centraal. Daar staat het hele programma in. Ja. Dus we wensen hier de organisatie in ieder geval heel veel succes. Ja. Maar er is toch meer te doen. Want ze hebben niet alleen hier muziek, maar een kilometer of wat verderop, in de Weetse, San Heimo. Ja, hadden hier graag een muziek hoeven te regelen? In feite denk ik niet, maar ja, goed. Maar die muziek helpt iedereen van, hè? Maar ook toch profiteren ze van het goede weer. In Bergen hebben ze nog de laatste zomer bemerkt. Ja, ik hoop dat ze beter weer hebben dan ze wel geweest. De laatste keer. De laatste keer is het verregen. Dus we wensen iedereen heel veel succes ermee. Want mijn non had geen stoep schoon hoeven te maken. Niks? Nee. Het was allemaal weggeregend. Ja, het was zover die dan hadden. Alle kunstwerken waren weggeregend. Ja, daar hebben we toch op Siewegewald bezig, hè? Ja. Ik denk, van Bennels en het hebben we bij elkaar. Hè? Martin, oh nee, Jan. Brandy. Ja. Team, racing team Bennels. Ja. Horskampioen, ja. Een paar puntjes nog, dan is het klaar. Een paar puntjes. Ja. In het weekend van 1 september hebben ze nog 1 wedstrijd in Balen Hart. Ja. Dat ligt in Bels volgens mij. Of half in Bels, half in Nederland. Balen Nassau toch? Ja, dat is 1 dorp. Alleen loopt de grens dwars erin. Maar een duimpje voor Brandy, voor het aanstaande kampioenschap. Zullen ze de prijsuitreiking weer hier doen in de Klaproos? Ja, dat zullen ze afwachten. We wensen veel succes. Ja, succes Brandy. En dan hebben we nou in Offeren ook een green team. Of dan willen ze green teams gaan maken. Ja? Ja, voor de bermen schoon te maken en alles. Je bent meer zeg. Ja. Je moet de kranten lezen, Gee. Ja, dat hoef ik niet te lezen. Dat mag ik normaal op kunnen vangen, maar dat heb ik nog niet gehoord. Green teams, die zien er al, hè. In de Looi, en in Wel, en in Bergen, overal. Ja, maar nou, die zien niet ook al lang. Die doen een kerkhof al om schoon te maken. Nee, maar nou echt voor de bermen, voor langs de wegen nog. Ja, maar dat mag niet van de gemeente. Ja, nou voor het wel, volgens mij. Ja. Want over green teams gesproken, de green teams in de Looi, die hebben nee materieel gekregen. Ja, een hele grote kruiwagen, heb ik wel gezien. En een mundige kruiwagen. En zo'n ding voor het onkruid te spuiten. Hadden ze van de Destion? Ja, dat is van de Destion gekregen. Ja, volgens mij. Ja. Ik weet niet wat de Destion heeft en onkruid, maar... Ik weet niet. Maar in de Looi kunnen ze in ieder geval weer vooruit voorlopig. Als ze met de gemeente bij de derpen allemaal gaan doen, dan gaat dat nog. Dan is de gemeente voor ze deze dag kunnen ze het personeel slaan daar. Zo toch om te doen. Ja, kan goed zijn. In Bergen hebben ze een Nijbengsje erbij. Een Nijbengsje? Ja, een Nijbengsje. Het beste idee van Nijbergen. Was iets geschreven door de dorpsraad. Ja. Het beste idee van Nieuwbergen. En waar staat dat Bengsje dan? Een Bengsje, op de Zeedijk. Op de Zeedijk. In Bergen, nee Bergen. Nee Bergen had een Rembrandtplein. Ja. En een Zeedijk. Ja. En op de Zeedijk. Naar wie in Amsterdam. Ja. En alleen wij hebben op de Zeedijk nog een Bengsje staan. Kom er ook scheven bij? Niks kunt er voorbij. Gewoon, ja. Staat dat? Want Jan Hubers had dat idee ingediend. Ja, maar dat moet allemaal niet gekker worden door in Bergen. En een Bengsje neergezet. Ja.
Dat kan ook. Je kunt een bankje neerzetten. Ja, je kunt net een stoel metnemen. Goed bezig door een berg in ieder geval. Wat? Nee. Nee. Laat maar even gaan door. Kijk. Dankjewel. Man, man, man. Is dat een goede ontbijt heel erbij, of niet? Kijk, gaat dat met een kunstgebied? Dit is nou wel een anders, hè? Geen een koek. Geen een slagroom. Geen een slagroom. Maar een broodje gezond. Ja, kijk. Dat beeld baat het toch niet meer. Dankjewel. Ze zijn er nog vroeg bij. Met de neeprins. Ja, neeprins. Ja. Kunnen al een top 3 invullen. Ja, dat weet voor ik. De nieuwe prins. Ja, dat klopt. Dus, normaal gaan ze een commissie verder. En nu gaan ze het aan de deurboven laten. Iets meer aan de deurboven. Nou, dus iemand die goed gewild is. Ja, maar dat is toch ook een beetje democratischer dan. Nee, dat klopt wel. Goed bezig trouwens, de Pijas. Ja. Wat? Daarom zal ik het ook nooit worden. Nou. Nee, je zit niet goed geleden. Hoor. En vulst de al natuurlijk ook. Je kunt dat graag. Dat maakt niet. Ja, maar, ja. Dan gaan ze in Offeren ook nog met die met een driewieler aan de slag daar. Hè? De Tour door Offeren. Een nieuwe fiets, ja. Op een nieuwe fiets kunnen. Maar dat is pas in september geloof ik. In september, ja. Dat is ook is er zo'n wokfietsen. Dus, Maar dan zullen die fietsen kunnen in ieder geval dan reserveren. Dan kunnen voor een half uur kunnen de Tour door Offeren maken op een nieuwe fiets. Ja. Nou, ik vind het een leuk initiatief. Ja. Want die dingen die stonden al vooral, hè? Want bij de Maasduinse Staten hebben ze ook zo'n ding. Ja. Maar mensen komen niet. Maar volgens mij ook bij bij de OCB? Ja, de OCB gelukkig ook. Dat kan zomaar. Maar de mensen moeten wel zelf komen. Hè? Zelf komen, even aanmelden, even de ding en dan gewoon lekker een stuk fietsen doen. Nou, dat kan al, maar dan moet het van de verre ergens aangeven. En dan gaat er één vrijwilliger met. Dus. Ja. En een paspoort afgeven, anders. Gewoon ze lopen met ding. Ze komen ze niet meer terug. Ja, dat is erg genoeg. Je ziet me wel, dus kindervakantiewerk. Dat is ook. Dat begint ook maandag. Maandag hier ook. Ja, in Bergen. Ondanks kermis. In Bergen is ook kindervakantiewerk. Dus er is van alles te doen. Ja. Wat ik al zei, er is van alles te doen. Hier sowieso de kermis in Sievegewald. De laatste zomermeer in Bergen. Ja. En dan het zonnetje nog. Dat komt. Dat komt. In ieder geval, we bedanken hier de organisatie van de Kermis Sievegewald voor het lekkere broodje dat ik daar helemaal op eet. We wensen heel veel succes, heel mooi weer. Ja, dat is een goede kermis. Ja, hier hebben ze in ieder geval goed weer met de kermis. Hier hebben ze het goed geregeld. Ja. Als jullie het filmpje leuk hebben gevonden, even een duimpje onder. Delen en reageren, hè? Fijn weekend. Dan. Fijn weekend. Tot volgende week. Maasduinen Centraal, de regio, dat zijn wij. Wat zou Manon nog plannen hebben van het weekend? Ja, als je dan nou eens een keer deugt, dan zien we wel eens kermis met openen. Even een keer de opening hier van de Sievegewaldse kermis. Dan moet je een keer rondlopen hier. Kettingen in de Drijmeulen. Ja. Was dat geen idee? Dat zou je heel mooi zien. Met de wethouders erachteraan. Ja.